Ja, maar je verliest hier met 1-2, 2-1. Hoe zuur is dat? Ja, ontzettend zuur natuurlijk. Als je ziet hoeveel kansen we krijgen. We hebben denk ik wel 12, 13 open kansen gehad. De eerste 20 minuten hadden we wat moeite met MVV. Maar daarna, na die onderbreking, na dat vuurwerkincident, krijg je eigenlijk 70 minuten lang op het overwicht. Dan heb je veel kansen, voetbal je goed. Verlies je uiteindelijk 2-1. Dat is heel erg zuur. Ja, toch verliezen jullie met 2-1. Hoe kan dat dan? Waar geven jullie het weg? Nou ja, als je ziet hoeveel kansen we hebben gehad, wat ik net aangeef, 12, 13 open kansen, ja, dan moet je er in ieder geval 3-4 van maken. En als je er dan 1 maakt, dan is dat veel te weinig. Ja, vorige week speelden jullie, ik kan het gewoon zeggen, slecht tegen Waalwijk. Nu spelen jullie heel goed, maar verliezen jullie. Is het dan zuurder of kun je dan toch met enigszins positief gevoel terugkijken op vandaag? Ik zei net bij Fox dat de nederlaag wel met perspectief in ieder geval. Kijk, vorige week vond ik niet dat we goed hebben gevoetbald. Of tenminste niet goed genoeg. Spelen we 0-0 uiteindelijk. Krijgen we ook niet heel veel kansen tegen. Vandaag krijgen we ook niet heel veel kansen tegen. Maar je moet zelf gewoon die trekker overhalen. En dat gebeurt niet. Dus dat is wel iets waar we mee aan het werk moeten. Dus meer scoren. Geiler voor die goals zijn eigenlijk. En als dat gebeurt, dan gaan we heel veel wedstrijden winnen, denk ik. Ja, je zegt trekker overhalen. Zelf heb je de trekker wel 1 keer overhaald vandaag met succes. Hoe lekker was het doelpunt? Ja, het was een goede goal. Ik schiet regelmatig van afstand, een paar keer per wedstrijd, vrije trappen, afstandsschoten. Nou ja, ik sta nu op 1 goal en ik hoop er nog veel meer te maken. Ja, volgende week. Jullie kunnen door met dit race, of met dit resultaat, met dit spel in ieder geval. Wat gaan jullie doen volgende week? Nee, we spelen volgende week vrijdag tegen Jong Utrecht. Dus dat is een wedstrijd die je moet winnen. Maar ja, dan moeten we wel gewoon zoals vandaag spelen en die kansen afmaken. Dan denk ik dat wij nog heel veel wedstrijden gaan winnen, wat ik net zei. Want wij hebben gewoon een hele goede ploeg. En wat ik zeg, het ligt niet aan de kansen creëren, het ligt aan het afmaken. En dat hebben we niet gedaan. Ja, jullie trainer Henk de Jong zei vooraf, je MVV is een titelkandidaat. Hoe keken jullie daarna aan na aanloop van deze wedstrijd? Nou, ik vind MVV een goede ploeg. Ik weet niet of het tegelijk een titelkandidaat is. Ik denk dat NEC en Go Ahead de grootste titelkandidaat zijn. Daarachter heb je een groepje met ons, met MVV, met Cambuur. Met Volendam misschien nog. Die zijn niet best gestart, maar die zouden er ook nog bij kunnen komen. Ja, dat is denk ik een top 5. Normaal gesproken. Maar ja, wat ik zeg, dan moet je wel gaan winnen. En we hebben nu 5 punten uit 4 wedstrijden. Dat is te weinig. Als je ziet hoe we de afgelopen wedstrijden hebben gespeeld. Nou ja, dan gewoon doorgaan op deze manier. En dan geloof ik heilig dat de punten gaan komen. Is het dan extra zuurtje van een directe concurrent verlies? Nou ja, het maakt niet uit van wie je verliest in principe thuis. Dat is gewoon altijd zuur, zeker als je thuis verliest. Kijk, uit kun je nog wel eens tegen een nederlaag of een gelijkspel oplopen. Maar thuis winnen we in principe altijd. Tenminste, met onze fantastische 12e man erachter win je gewoon heel vaak hier. En speel je altijd goed, creëer je veel kansen. Nou ja, als je dan heb je in ieder geval alles aan gedaan. En dat is zuur. En op naar vrijdag. Ja, je sprak 12e man, dus ze waren echt weer fantastisch aanwezig vandaag. Hoe fijn is dat als speler? Ja, heel erg fijn. Dat is natuurlijk, als je zoveel mensen erachter hebt, regenachtige dag, eigenlijk een klote dag, en er zitten nog zoveel mensen in het stadion. Ja, dat is geweldig. Maar ja, goed, het heeft nooit aan de 12e man gelegen, ook niet in de mindere tijden. Nou, ik denk dat we nu goed bezig zijn en dat herkennen hun ook. Na afloop staan ze wel heel hard voor ons te klappen, dus dat wordt ontzettend gewaardeerd. Dus zo doorgaan en zorgen dat we nog meer die 12e man erachter krijgen, dat we straks echt veel wedstrijden hier gaan winnen. Ja, dus één moment dat overschaduwde deze wedstrijd een beetje. Wat heb jij meegekregen van het vuurwerkincident in de eerste helft? Nou, niet heel veel, want ik was gefocust op de bal. En ik hoor ineens een keiharde knal achter me. Dus waar precies werd gegooid of wat dan ook, heb ik niet meegekregen. Maar ja, dat is natuurlijk belachelijk. Eigenlijk moeten ze gelijk die supporters terug in de bus sturen en oprotten naar Maastricht. Maar dat slaat helemaal nergens op.